We zien dat de consument heel erg bezig is vandaag met zijn eigen gezondheid, maar ook met de gezondheid van de planeet. Dus hij is heel erg bezig met hoe kan ik bewuster, beter boodschappen doen. We zien dat hij heel nauwlettend gaat kijken naar etiketten, afkomst. Ja, we zien dat de consument pertinente vragen begint te stellen aan de retailer rond wat doen jullie rond lokale voeding, hoe zorgen jullie voor natuurlijke ingrediënten. De consument is ook hard bezig met eiwitshift bijvoorbeeld, van kan ik stilaan wat meer plantaardige alternatieven op mijn menu zetten. Dus dat zijn toch wel zaken waar hij ons attent op maakt. En dat is iets waar wij als retailer en zeker als Bioplanet in het bijzonder volop op proberen in te spelen. Wij werken samen met Vlam in de sectorgroep Bio. Wij zijn heel blij dat we daarmee het promobeleid mogen uitstippelen samen met Vlam. Dus samen proberen wij de consument warm te maken om te kiezen voor biologische voeding. De consument wordt steeds kritischer als het over zijn voeding gaat. Toch vertaalt zich dat voorlopig niet in het aankoopgedrag. Duurzaamheid en lokale herkomst blijken nog niet doorslaggevend in de keuze voor voedingsproducten. Zo is de sympathie voor kopen in de korte keten wel groot, maar blijft het marktaandeel ervan erg beperkt. Mensen zijn gewoontediertjes en wij leven nu eenmaal in een setting van dat we one-stop shopping doen. We gaan op één plaats en we willen alles in één keer kopen. Het is wel zo dat de korte keten een heel goede reputatie heeft omwille van de kwaliteit, de versheid, de eerlijke prijs die betaald moet worden aan de producent en het lage aantal voedselkilometers en het gebrek aan verpakkingen. Het feit dat je een steentje bijdraagt aan het milieu is zeker ook een factor waarom de Vlaming wel kiest voor de korte keten. Dat de consument er vaste gewoontes op nahoudt, merken we ook aan zijn eetpatroon. Hij verkiest nog steeds dierlijke boven plantaardige eiwitten. De Vlaamse overheid kiest ervoor om de klimaatdoelstellingen te willen halen tegen 2030. En daarvoor hebben we een shift nodig van de verhouding van plantaardige eiwitten versus dierlijke eiwitten. Plantaardig is nu 40 tegenover de dierlijke 60 en het zou omgekeerd moeten. Op dit moment zien we dat het nog wel erg traag gaat. Dus we hebben nog een hele weg te gaan. En zelfs al is men klimaatbewust en heeft men duurzaamheid in gedachten, het is niet het enige aankoopcriterium dat men hanteert als men gaat kopen. Duurzaamheid is een breed begrip. Veeteler Johan Christiaans bewijst bijvoorbeeld met zijn Hiervoort runderen dat vleesproductie op een biologische en ecologische manier haalbaar is. Mijn insteek is eigenlijk om de ecologische voetafdruk van mijn vleesproductie zo laag mogelijk te houden. En daarom werk ik enerzijds biologisch met een zelfredzame runderras die eigenlijk geschikt is voor ecologische begrazing, die efficiënt is in voederomzetting, die ook gemakkelijk een vegetatie kan verwerken die voor intensief vleesvee minder interessant is. En meer bepaald hak ik daarvoor samenwerkingsverbanden aan met partners als Natuurpunt, Agentie Natuur en Bos, private partners die hun terreinen willen verduurzamen en probeer ik ook zelf de natuurwaarde van mijn eigen terreinen te verhogen. Voor zijn inspanningen kreeg dit bedrijf vorig jaar de BioVlam Award. Met die award wil het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing innovatieve bio-ondernemers in de kijker zetten en innovatie aanmoedigen. Ik vond dat eigenlijk een hele sterke bevestiging van het feit dat we goed bezig zijn als relatief jong bedrijf, ook een relatief klein bedrijf. Maar door de samenwerking met verschillende partners hebben we toch redelijk in de maatschappij geïntegreerd. En dat was wel, denk ik, voor de jury een belangrijk aspect om ons die award toe te kennen. Dus ja, dat geeft ons wel zin om verder te doen op de ingeslagen weg. En langs de andere kant brengt dat natuurlijk wel wat aandacht in de media aan ons bedrijf, die wel noodzakelijk is eigenlijk om de verkoop voldoende op gang te brengen en op gang te houden.